We zijn hier op het SS Rotterdam, wat staat voor Stoomschip Rotterdam. Schip uit 1959, wat hier aan de kade van Katendrecht ligt. Ook met de doelstelling niet alleen om een hotel en evenementenbedrijf te zijn, hè, locatie, maar vooral ook een leerwerkbedrijf te zijn. Maandag, dinsdag en woensdag ga ik naar school. En dan gaan we naar boven en dan doen we ook lespraktijk. Dan doen we hierboven. En hier ga ik dus ook naar school, dus hier volg ik ook een opleiding. Nou, als een student binnenkomt om mee te draaien, is het heel vreemd voor zo'n student. Worden hier goed opgevangen worden, ze worden naast een leermeester gezet. Een paar weken draaien is dagdienst, waardoor het heel langzaam uitgelegd kan worden. Rondleiding krijgen ze ook op het schip waar alles is, want je raakt hier de werkkwijt, het schip is zo groot. Als ze het wat beter kunnen, dan worden ze in de avond ingeroosterd, dan gaan ze gewoon vol meedraaien, het à la carte gebeuren. Je kan het dus werk gaan verplaatsen, je kan ze opdrachten geven. Dus ja, het, productiviteit haal je eruit ook uiteindelijk. Ja, dat is alleen drie sterren. Wat ik eigenlijk ook hier heel erg leuk vind, is dat de praktijk en de theorie overeenkomen. We hebben het in de lessen over draagmethodes. En Pieter, die gaat met hun de draagmethodes oefenen in de praktijk. En uiteindelijk gebruiken ze die dan weer in de stage. Ik krijg dan advies of tips van feedback van wat ik wel of niet goed doe en wat ik beter zou kunnen doen. En dat vind ik wel belangrijk, want ik wil wel op de goede manier alles doen. In de horeca is natuurlijk altijd vraag naar goed personeel. Wat is nou mooier dan dat je eigen mensen kunt opleiden? Dat je ze kunt vormen naar je schip. Ik vind als een leerling mij corrigeert, vind ik het heel fijn. Ik zeg het ook, als je iets ziet of zo, of doe iets fout, mag het gerust zeggen. Want ja, tenslotte leer ik ook altijd nog. Wat ik heel erg belangrijk vind, is de verbinding die je gaat maken tussen het Albeda College en de leerwerkplaats. Zodat de leerwerkplaats weet waar die aan toe is en zodat het Albeda daarop in kan spelen en het vertrouwen creëren. Zodat je goed kan samenwerken. Vind ik heel erg belangrijk. Als je voor het EGI werkt in een restaurant, dan word je ook wat strenger toegesproken dan normaal op school. En dan moet je ook tegen kunnen. En daarom ben ik overtuigd, als je hier vandaan komt en je hebt het echt doorstaan, en je bent goed begeleid met leermeesters, ja, dan ben je klaar voor de rest van de wereld. Dan ben je gevormd voor het horecavak.